Obesitas, als je te dik bent, als je te veel eet waarschijnlijk. Ja. Dacht ik toch. Ja, dan ben je een beetje te dik, hè. Obesitas. Is dat iets voor flinke mensen of niet? De helft van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft tegenwoordig overgewicht. Maar in 2023 had 16% van de 20-plussers zelfs obesitas. Dat is ruim 3 keer zoveel dan 40 jaar geleden. Nou, obesitas houdt in dat je een BMI hebt van boven de 30. En BMI kun je berekenen door je gewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van je lengte in meter. Zuid-Limburg is een van de regio's in Nederland waar obesitas veel voorkomt. Maar hoe krijg je obesitas? We vroegen het de mensen op straat. Dat kan aan je stofwisseling liggen. Door te veel eten misschien. Het kan liggen aan de overmaat van voeding die je gebruikt. Het kan ook te maken hebben met een ziekte die je onder de leden hebt. Altijd behoefte aan eten, meer en meer. Ja, waar kan het dan liggen? Alles kan aan liggen, kan overal aan liggen. Je bent er zelf bij. Ja, wat kun je nou zelf doen om je BMI omlaag te krijgen? Nou ja, sowieso is het belangrijk dat je natuurlijk actief blijft en gezond eet. Dat is in ieder geval alvast een eerste stap. Dus eigenlijk vooral je leefstijl goed in de gaten houden. En extra mogelijkheden tot bewegen implementeren in je dagelijks leven bijvoorbeeld. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar obesitas. In het onderzoek kijken ze naar de individuele verschillen. Zowel van mensen met en zonder overgewicht. En ze zoeken nog proefpersonen. Aanmelden kan via theendofaverage.nl.